heeft even een verjaardagscadeautje gebracht. Before. Pip, wat is het allemaal? Bak 1 en bak 2. Van blauw naar roze. Wij gaan nog even op zoek naar wat nieuwe potten. Planten, potten. Yes. Ja. Ja, echt mooi die orchideeën. Aangekomen bij de kunstuitleen. We zijn nu bij de kunstuitleen. Een kunstuitleen. Op zoek naar een schilderij voor iemand. Ik ben er echt nog nooit geweest. Maar wel cool. Het is dus gewoon een kaartenrek. Ja, kaartenrek. Het is een kaartenrek. Jongen. Zo, we gaan even een drankje doen na deze zeer productieve dag, hè? Ja, zeker. Goedemorgen, het is zondag inmiddels. Ik zal nog even uitleggen hoe dat gisteren met Brigitte gegaan is. Want ik denk als je de beelden alleen terugziet dat het een beetje onduidelijk is voor jullie. Ze zou even langskomen om koffie te drinken en mij een cadeautje te brengen voor mijn verjaardag. Ik was vorige week jarig. En op een gegeven moment belt ze aan en ik woon een paar verdiepingen hoog. Dus de meeste mensen die langskomen nemen eerst de lift. Zij dus ook. Maar het duurde ontzettend lang voordat ze boven kwam. Dus ik ging op een gegeven moment even een kijkje nemen. En op een gegeven moment gingen de liftdeuren open en daar stond ze... midden tussen een oerwoud van planten. Superleuk. Dat was mijn verjaardagscadeau. De meeste planten op mijn balkon hebben het namelijk inmiddels begeven door luis. Super jammer. Dus ik moest eigenlijk alles vernieuwen. Maar daar had ik nog geen tijd voor gehad voor mijn verjaardag. Dus zij was serieus zo lief geweest om naar het tuincentrum te gaan. En mijn hele balkon te voorzien van nieuwe planten en bloemen. Dus daar zijn we de hele ochtend mee bezig geweest. En omdat we toch bezig waren en ik nog wat bloempotten nodig had. Zijn we met z'n tweeën nog even naar het tuincentrum geweest om wat nieuwe dingen te halen. Daar ga ik zo meteen even mee aan de slag. Dus ik zal het eindresultaat van de binnenpotten ook nog even laten zien. En natuurlijk van de balkon, want dat hebben jullie ook nog niet gezien. Dit is hoe het geworden is. De hortensia's, daar heb ik de knoppen van afgeknipt. En ik hoop dat die weer opnieuw uitkomen. En dat zijn alle nieuwe planten. Ik ben er zelf heel erg blij mee. Het ziet er weer super kleurrijk en gezellig uit zo. Hè, Pip? En deze drie plantjes zitten nu samen in een ovale pot. Helemaal wit. En deze prachtige plant komt veel meer tot zijn recht in deze langwerpige witte pot. En toen was het alweer maandag. Ik heb al een aantal uur werk op zitten en daar ga ik zo meteen nog even rustig mee verder. Vanavond ga ik iets heel leuks doen, want ik ben uitgenodigd voor de fashion show van Josh V. Die begint om 7:30, dus ik heb nog even de tijd om rustig door te werken en me nog even om te kleden tussendoor. Ik zal jullie uiteraard ook even laten zien wat ik aan heb vanavond en ik neem jullie mee naar de show. Zo, ik heb me even omgekleed voor de show zometeen. Dit is wat ik aan heb. Ik heb een wit jurkje aan van de H&M. Met mijn nude hakken eronder. En mijn Swarovski oorbellen. En mijn armband van de Rubs. En dit is de outfit. En dan moet ik nu even opschieten, want mijn lift staat al beneden klaar. Leuk.
goedemorgen. Het is inmiddels woensdag en Ineke is hier zoals het goed is. We gaan even een dagje flink aan de slag voor lifestyle nieuws weer. Verder ga ik zo meteen even boodschapjes doen en even snel stofzuigen voordat zij er is. Ik hoef vandaag verder niet weg, dus ik heb even een casual jurkje aangetrokken. Ik zal zo meteen even laten zien hoe dat eruit ziet. Daarnaast heb ik gisteren eindelijk een hele grote kast verkocht die ik hier nog steeds had staan. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Dat betekent dat er een nieuwe kast kan komen en dat ik eindelijk mijn kantoor af kan maken. Dus als het goed is, kan ik dat jullie binnenkort ook laten zien. Dit is het jurkje dat ik vandaag aan heb. Het is een heel simpel grijs jurkje met in het midden een zwarte kantring. Glitterfletjes. En ik draag erbij mijn Swarovski steentjes. I've been watching the man at the bar with his head in his hand.